Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi krijgt nu lekker zijn flesje, gaat dadelijk naar bed toe. En dan gaat hij even slapen. We zijn ook al naar de winkel geweest en hebben al van alles gedaan. Jordi had vandaag een beetje buikpijn. Maar hij heeft tot nu toe goed gepoept. Dus daar is mama blij mee. Ja. En nou gaat hij lekker slaapje doen. Er is iemand wakker van zijn middagdutje. Hallo. Hoi. Hallo. Wat ben je aan het doen? Oh, scheetjes laten. Ben je het scheetjes aan laten? Ben je scheetjes aan laten? Heb je lekker geslapen? Oh. Maar heb je lekker geslapen? Oké. Boom. Kijk je uit. Boom. Oh, oké. Ja. Oh. Dat is lief. Mama, je eruit halen? Gaan we lekker soepje eten? Oké. Kijk uit, niet te hard tegen de aan. Niet te hard er tegenaan. Kleine freggel. Oké. Wij zijn, zoals men dat noemt, lekker aan het daddelen. Soep aan het geven. En ik ben de laatste paar dagen al met hem bezig geweest met van alles en nog wat. Maar we hebben iets nieuws geleerd. En dat willen we even laten zien, hè. Kijk, want dit deed hij eerst niet. Zelf iets in zijn mond stoppen van eten. Ja. En dan krijgt hij tussendoor soep. Ja, dit is gewoon een oud shirt waar chloor in zit, dus... Lekker eten, hè? Een lekker soepstengeltje. Ondertussen zit hij natuurlijk naar Bumba te kijken. Maar dat betekent wel dat ik hem het snelste en makkelijkste van alles aangeleerd krijg. Goed zo! Dit is echt een trots moment voor mij. Gewoon het feit dat hij dit doet. Oh. Dat betekent gewoon dat hij echt vooruit aan het gaan is. Ik ga zo Jordi's eten klaarmaken. Maar hij is ondertussen aan het spelen. En hij is al de hele tijd aan het acrobaatje spelen. Hij is straks heel eventjes naar Bumba gekeken. Of Jufferoos gekeken. En toen heb ik zijn luier verschoten. Heb ik hem in de box neergelegd. En hij is al de hele tijd acrobaatje aan het... Ja, ben je aan het spelen? Ga maar door met spelen. Als hij nou zeg maar net iets naar achteren zakt, dan zit hij. Maar ja, meneer wil niet zitten. Maar ja, net dat wanneer ik het ga filmen, dan is hij in één keer gestopt met acrobaatje zijn. Misschien dat hij het zo toch nog doet. Weet je wat de grootste grap nog is? Hij probeert dat dan, via de spijlen te pakken. En hij kan dat gewoon. Maar hij durft het gewoonweg niet. Maar dat moet hij gewoon oefenen. Daarom kom ik hem ook niet helpen. Ik ga zo zijn eten warm maken en dan gaan we lekker eten. Een beetje donker, maar Jordi krijgt lekker zijn flesje. Nee, even dorst. Ja, lekker slapen zo. Die zegt wel trusten allemaal. Wel trust. Een hele goede morgen. Jordi heeft uitgeslapen. Mama ook een heel klein beetje. Mama is ook wakker. Die dacht, huh, Jordi. Toen lag je nog te slapen. Toen heeft mama Jordi wakker gemaakt. Nee, niet aan mijn haren. Nee. Waarom nou weer met je vinger in mijn oor? Waar is daar nou weer goed voor? En Jordi ligt ondertussen hier lekker te relaxen. Vindt hij leuk, vindt hij fijn. Dus dan doen we dat. Ja! We gaan het trouwens een beetje anders doen. Ik vergeet hier regelmatig 's avonds af te sluiten. We gaan het gewoon anders doen. Ik ga het gewoon niet meer afsluiten. Ik ga wel zeg maar de einde van de vlog aankondigen dan. Maar voor de rest ga ik niet meer de avonden afsluiten. We gaan het gewoon anders doen. Ik vergeet het op dit moment te vaak. En ja, als Jordi de fles heeft gehad, weten jullie echt wel dat dat het einde van de dag is. En ja, dus vandaar. We gaan het gewoon zo doen, want ik vergeet het gewoon heel veel op dit moment. En dat is niet omdat ik dat wil vergeten, maar dat is gewoon omdat ik het gewoon oprecht gewoon, ja, niet aan denk. Dan denk ik bij mij, oh, mijn bedje. En dan ga ik daarin liggen en dan de volgende ochtend denk ik, hé, ik heb iets niet gedaan. Dus we gaan het gewoon anders doen. Ja. Hè, niks stuk. Ja. En meestal als Jordi naar bed gaat, doen wij toch niet veel bijzonders meer. Dan doen we meestal huishouden of de bank liggen of vroeg naar bed gaan. Of... Dus ja, dat doe ik meestal. Dus ja, dat gaan we dus even anders doen. Hé jongen? Had jij wel lekker geslapen vannacht? Je bent niet zo spraakzaam, hè? Nee. Oké. Hé, hey, meneer met de rode wangen. Zal ik jouw wangetjes in smeren, hè? En wij zijn straks naar de verjaardag geweest van vrienden van ons. En heeft Jordi gespeeld? Ja, dat had ik ook gefilmd. Met Davy, hè? Ja. En Jordi krijgt dadelijk zijn flesje, krijgt zo zijn pyjamaatje aan. En dan gaat hij lekker slaapje doen. Papa heeft net je tandjes al gepoetst, hè, vent? Samen met Jordi. Ja, je hebt hier nog tandpasta zitten, papa. Ja. Maar goed, hè? Wij gaan Jordi lekker klaarmaken voor zijn bedje. Nou, ik, hè? Ja! Ondertussen is hij nog even Bumba aan het kijken en heeft hij iets gedaan in zijn... Een kleine Bumba gelaten. Hij heeft een kleine Bumba gelaten. Maar goed, hè? Wij gaan eventjes hem klaarmaken. Wel trusten, zeg maar. Ja, zeg je wel trusten? Zeg jij wel trusten tegen de mensen? Maar ik doe net of je niet naar bed hoeft. In de zucht. Hij denkt bij zijn eigen papa, mama, ga weg. Dus, nou, heeft hij pech. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar... Pallorig. In Veldhoven. Want daar heeft het werk van Niels Sinterklaasfeest. En daar gaan we dus heen. En kijken wat Jordi ervan vindt. Ik heb zijn pietenmutsje al mee. Dus die krijgt hij dan ook op. En dan, ja, gezellig. Op de vroege morgen, op zondag. Uitgeteld. Ja, hij heeft zo druk gespeeld. Hij vond het leuk, hè? Dan zijn we onderweg naar huis en dan gaat hij daar lekker eventjes in zijn eigen bedje. En dan moeten we eigenlijk nog naar een verjaardag. En dan gaan we even kijken of we het allemaal kunnen redden met hem. Of niet. Ja, nog een verjaardag. Ja. Of het niet allemaal te druk is geweest. Zo, wij zijn verjaardag. Jordi heeft geslapen en zoeking gehad. Nummer 1. Ja. Ik ben nog even naar een verjaardag geweest. Hier in de straat. Mandy en Jordi liggen al in droomland. Ik ga nu ook slapen. Ik sluit nou een keer deze vlog af. En hopelijk zie ik jullie bij een volgende.